De situatie in ons westelijk stadje Wageningen is nog niet opgelost. Onze redactie nam wederom polshoogte om na te gaan hoe de situatie er nu eruit ziet. De rookontwikkeling is in de ochtenduren nog dik te merken, waardoor de scholen de laatste keer gesloten moesten. Onze redactie bezocht OS1 Wageningen, waar wij een gesprek hadden met schoolhoofd Hillary April. Zij geeft aan dat het nu redelijk goed gaat op de school. Nou, een aantal dagen terug is Wageningen rookvrij verklaard, als ik het zo mag zeggen. Als het ware was er geen rook meer, maar we zien dat enkele dagen terug er weer rook is in Wageningen. Als we kijken naar gisterochtend, was het niet te doen. Tegen 9 uur was er nog een dikke rookwolk. Als ik het goed heb, was de school meer dan 7 dagen gesloten. In de beginfase van het rookontwikkelingsprobleem in Wageningen is de OS1 open gebleven omdat het nog niet zo erg leek. De schoolleider vertelt waarom er is besloten de school toch te sluiten toen het probleem erger werd. Op deze school hadden we sowieso, kinderen die problemen hadden met hun ademhaling. Tegen voor 12:30 moesten we een leerling uit de 6e klas brengen naar EHBO, omdat ze niet goed kon ademen. Een andere leerling moesten we naar huis sturen, omdat hij al ziek was. En hij, als het ware, ook met een mondkap zou moeten zitten in de klas. Ik heb dan die oma aangeraden om hem liever naar huis te brengen. U weet, ik denk wel dat de oma als het ware beter op ons zou kunnen letten dan als hij op school zit. Natuurlijk doen we ons best op school. Maar ik zei ervan, liever neemt u hem mee naar huis, want als hij ziek is, dan kan hij liever thuis blijven. Nou, de school start om 9:00 en we stoppen om 12:00. Doordat de school haar deuren later moest openen en eerder weer moest sluiten vanwege de rookontwikkeling, is de kans groot dat het onderwijs daar in gedrang komt met de leerstof.